Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze laatste aflevering van F1 2020 My Team Career Mode in seizoen 5. Heb je de vorige aflevering in Brazilië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje, klik erop en zie je natuurlijk die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw met mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike me als je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Abu Dhabi. We zijn dan dus aanbeland bij Q1. Het is bewolkt. Maar er is gelukkig geen regen voorspeld. Abu Dhabi is soms wel een lastige baan om goed te rijden. Want ja, we gaan er al gelijk kwijt. Track limits zijn hier dodelijk op, dus daar moeten we voor gaan oppassen. De eerste bocht is nooit zo'n fijne bocht. Die kan heel verraderlijk zijn met de snelheid die je moet insturen. Komen we aan bij start-finish. De laatste bocht dan nemen we ook niet zo goed, maar het is een P3 op 18e van George Russell. Dat is wel goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Het is daar inmiddels helemaal pikkendonker. De nacht is gevallen in Abu Dhabi. We gaan dus beginnen op die mediumband. Kijken of we een andere strategie kunnen doen dan de rest. Net als in Brazilië. De vorige aflevering dus. Heb je die gemist? Zou ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien. En hoe je die wilt kijken? Ja, maakt niet uit. Playlist. Klik dan in het i'tje. En de aflevering zelf staat natuurlijk ook in het i'tje. P1 met een 1.31.709. Dat is goed om te zien. We blokkeren daar helaas Alexander Albon. We zijn aanbeland bij Q3, het laatste deel van de kwalificatie. Hier moet het dan gaan gebeuren. Nu moeten we ook de pole position gaan pakken. De eerste bocht nemen we niet zo goed. Iets te vroeg ingestuurd dan normaal. Komen we aan bij de laatste paar bochten. Q3 loopt nog. Ongeveer 7 minuten nog te gaan. En het is de pole. Nee, niet de pole position. Sorry, ik dacht dat het de pole position was. We komen 2/10 tekort op George Russell. Charles Leclerc heeft zich ertussen gewringd. Russell staat op pole. Charles Leclerc naar P2. Dat doet hij heel goed. Wij naar P3 helaas. Dus dit wordt onze laatste officiële run om nog kans te maken op die pole position. We zetten paars in sector 1 en 2 neer. De vlag hangt uit in Abu Dhabi. Ik denk dat dit de pole position is. We zien er wel een klein beetje door. Maar dat is de pole position voor de laatste race in seizoen 5. Dat is heel goed gedaan. Let's review our top 3 today. The professor. En we zetten Russell op 16e. Verstappen naar P3 op een seconde. Leclerc helaas naar P5 kan die goede vorm niet vasthouden. Maar wij pakken dus mooi de pole position. Wel met 5 waarschuwingen, maar ja, hey, het zijn maar waarschuwingen. Dan gaan we ons opmaken voor de laatste aflevering van seizoen 5. Carrière aflevering 68 staat te beginnen. We starten van pole position, Russell op P2. Daar gaan we dan. It's the final chapter of the season then here at the spectacular Yas Marina Circuit. It's a race where the pole sitter failed to finish in 3 of the first 4 events. A front row start here is by no means a guarantee of victory, so we go into battle once more as we get underway at the Abu Dhabi Grand Prix. The Yas Marina Circuit, just over 3.4 miles long with 21 corners and 2 very long back straights. There are 2 DRS zones going into the heavy braking zones of both turn 8 and turn 11 and offer plenty of potential for overtaking. The circuit comes with its fair share of tricky corners as well, in particular 15, 16 and 17, which will certainly test a driver's braking management. Anthony Davidson also joins me in the commentary box today. Let's talk about the professor. What a season they've had.
a well-deserved championship victory, and the pressure now surely off with the title already in the bag. It really is well-deserved. I wouldn't say it's been a faultless title challenge, but certainly one that has been consistent and well-managed. Here's hoping they let off a bit of steam today and give us an exciting race. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Professor lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc and Kvyat, Vettel, Norris, Magnussen and Alexander Albon, Sainz, Ocon, Sergio Perez and Giovinazzi, Stroll, Gasly, Nicholas Latifi and Nick De Vries, Matsushita, Ireland, Grosjean and Louis Delatraz. And with lights out just moments away, it's time to go down. Okay, we've already won the championship, so relax and enjoy this race. We moeten dus eigenlijk gaan relaxen, want het kampioenschap is gewoon al binnen. We gaan het opmaken voor 28 ronden lang. Finale spektakel, hopelijk. De laatste race is dus aangebroken van een spetterend seizoen. Een seizoen vol dominantie eigenlijk, want we wonnen tot nu toe elke grote prijs. Dat is gewoon een record voor ons. Medium, soft, medium. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. Kan ook zomaar zijn dat het gewoon medium soft wordt. Dat we heel lang kunnen doorrijden op die medium compound. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 68. De laatste aflevering van seizoen 5 gaat beginnen met ontzettend veel pole position. George Russell naar P2. Verstappen achter George Russell op P3. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan George Russell. Russell had een klein wheelspin momentje. Maar wij behouden mooi de leiding in de eerste box. Ziet wel een klein beetje door. Maar het is geen probleem. Russell kan wel aanvallen. Maar hij drukt gelukkig het rempedaal in. Anders hadden we een touché. Russell moet gelijk het gat laten van 17e naar rond. Zit de paars in sector 1 neer. Schiet al een klein beetje door. Maar het is geen probleem. Russell volgt nu op 14e. Hamilton heeft Verstappen te grazen genomen bij de start. Ja, onze auto is gewoon ook heel snel in de slipstream en het rechte stuk. Russell kan naar ons toe rijden. Maar kan niet aanvallen. Kan hier dan Russell weer opnieuw een aanval wagen? Nee, want hij zit net te ver weg. Ik dacht even dat Paars in sector 2 zag voorbij flitsen. Maar dat is dus niet het geval. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Als we een klein momentje overstuur hebben op die curbstone. Russell ziet dat. Waagt een aanval naar de buitenkant, maar dat lukt niet, want wij blokkeren hem. En hij kan hier nergens naartoe. Schiet hem een klein beetje door. Maar we hebben geluk dat hier een aanvalwagen eigenlijk niet gaat. We zitten dus in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Russell kijkt naar de buitenkant, remt heel laat. We moeten gaan verdedigen. Een beetje wielbengen met elkaar. We moeten elkaar in leven laten. Verstappen valt daar ook mee aan voor de leiding. Russell nog steeds via die binnenkant. Maar wij houden gelukkig mooi die leiding. Maar een heel leuk minigevechtje om P1. We lieten elkaar in leven terwijl we daar even doorschieten. En we raken Lewis Hamilton. We hebben Lewis Hamilton geraakt. Sorry, Hamilton heeft ons geraakt. En dat brengt een safety car op. Safety car op de baan. Omdat Lewis Hamilton is gecrashed in ronde nummer 3. Een raar moment wat daar gebeurde. Lewis reed tegen mijn sidepod aan en crashte dus. En we hebben een safety car. En in ronde nummer 4 zijn we bij Bernd Mailänder aangekomen. En Russell mag zo meteen, als de safety car naar binnen gaat, en tempo bepalen in de wedstrijd. We rijden al gelijk naar onze teamgenoot toe om aan te geven dat we sneller zijn. En dat geeft ook iets aan bij de herstart. Over George Russell gesproken. Het kan zomaar zijn dat deze wedstrijd zijn laatste wordt voor Schaven Racing. Ik zit namelijk te kijken voor een andere coureur. Ik weet nog niet wie.
maar die maak ik in de volgende aflevering in seizoen 6, dus bekend. De vraag is alleen, wie wordt dat? Maar jullie kunnen er nu al van uitgaan. Russell, bedank ik na 4 mooie seizoenen bij het team, kwam in seizoen 2 bij ons. Ja, en is sindsdien gewoon hartstikke goed. Alleen ik wil verandering in het team brengen. Ik wil iemand anders, terwijl de safety car in één keer naar binnen gaat. Russell gaat in één keer het tempo in één keer verlagen. We moesten daar even op de rem, terug naar het contract van Russell. Hij gaat dus vervangen worden. Alleen ik weet nog niet door wie. Ik heb wel een idee, maar dat zien jullie in de volgende aflevering. Maar ik ga dus Russell bedanken voor 4 van de langzittende F1 teamgenoot die ik heb gehad in mijn team. Die ga ik dus bedanken. Heeft voor overwinningen meegestreden, heeft voor pole positions meegestreden, deed gewoon zijn werk. En Russell was gewoon een uitstekende coureur. Maar het wordt tijd voor verandering. Russell zit te wachten terwijl er een bladblazer in één keer heel hard blaast. Dat hoor ik terwijl ik aan het inspreken ben. Wanneer gaat Russell op zijn gas? Russell gaat hier op zijn gas. En zijn wij wakker gebleven? Ja, we zijn wakker gebleven. En Verstappen is niet wakker gebleven. We verliezen maar een aantal seconden naar de auto voor ons. Blijf pushen. Leclerc en Verstappen hebben het met elkaar aan de stok. Maar wij rijden nog steeds naar P2 toe. Sorry, naar George Russell toe op P2. Dat is gewoon goed. Er zijn nog 23 rondes te gaan. We hebben hier overtakeknop ingeschakeld. Ritsmix ook ingeschakeld. We kunnen slipstreamen van George Russell. We plaatsen een aanval. Nee, net niet. We komen net tekort. Nieuwe strategie optie om in ronde nummer 11 naar de medium band te gaan en daarna naar de soft. Tweede lange rechtstuk in Abu Dhabi. We zetten paars in sector 2 neer. Kijk hier naar de buitenkant, maar dat is helaas niet gelukt. Russell dus nog steeds aan de leiding. Ik wil een klein beetje door, maar dat is geen probleem. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als George Russell naar binnen duikt, ik denk voor de soft compound. In ronde nummer 10. En volgens de strategie gaan wij een overcut proberen op George, maar ik weet niet of dat werkt. Want Russell had al een gat naar ons. En dat moeten wij dus zien te dichten op de baan zelf. We zitten in ronde nummer 15 van de wedstrijd. We zijn 4 rondes langer verder gereden. Als George Russell helemaal naar ons toe is gereden. Plaats daar een aanval via de buitenkant, maar we remmen laat. En Russell moet nog even geduld hebben. Kan hier misschien naar de buitenkant kijken. In de chicane. We laten hem staan. En nog steeds de leiding behouden in ronde nummer 15. Er zijn nog 13 rondes te gaan. Het is daar geel. Het is daar geel op start-finish. Dat is Antonio Giovinazzi volgens mij die daar uitvalt. Zeg ik dat goed? Zo, Russell die misschien nog kan kijken voor een aanval. Ja, Giovinazzi uitgevallen. En de safety car is alweer op de baan geroepen. Voor de tweede keer deze wedstrijd is er een safety car. Een nieuwe strategie om in ronde nummer 16 naar de softbanden te gaan. Maar ik denk, ja jongens, dat doen we dus niet. We behouden het dus gewoon zo. We moeten wel aan de delta zien te houden. En ik ga ervoor kiezen, denk ik, om naar de softbanden te gaan.
om de wedstrijd hierop mee uit te rijden. Russell gaat met ons mee. Die gaat daar denk ik pijn van krijgen hoor. Tijdens deze safety car fase. Een tweestopper dus voor George Russell. Een eenstopper voor ons, want wij gaan de wedstrijd hierop uitrijden. Ik denk dat Russell naar de medium band gaat. Wat wordt onze pitstoptijd? 2,2 seconden, goede stop. En behouden we de leiding? Nee, want Carlos Sainz is ons gepasseerd. Dat is minder mooi, maar weet wel dat Sainz op oude versleten medium banden rijden. En wij rijden op verse softbanden. Ze glanzen heel mooi. Dat zien jullie aan de linker en de rechterkant van de band. Aan de buitenkant van de band. Als ze gebruikt zijn, zijn ze doffer. Safety car duikt naar binnen in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Sainz gaat al vroeg op zijn gas. We zijn niet wakker gebleven. En Russell volgt op 8,1 seconden. Die is weer naar de medium band gegaan. Er zijn nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. Zet de groen in sector 1 neer. 2/10 sneller. Kunnen we hier dan naar de buitenkant kijken van Carlos Sainz? Nee. Maar we rijden er wel naartoe. Dan moet het hier op de exit gebeuren. Ah, Sainz heeft zich niet gewonnen. Heeft overtakeknop ingeschakeld. Wij zitten in de slipstream. Kijken nu naar de buitenkant. Dat lukt dit keer wel. We bewegen wat in de remzone om aan te geven. Ja, wat wij hiervan vinden. Dat mag gewoon, denk ik. En we rijden weer aan de leiding in ronde nummer 18 van de wedstrijd. En nu moeten we dit 10 ronden lang nog zien vol te houden. En dan hebben we alle races in seizoen 5 gewonnen. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als het daar alweer geel is, dan valt daar weer iemand uit. En dat is een haas van Romain Grosjean, denk ik. Zeg ik dat goed? Hij rijdt gewoon nog wel, maar dan heel langzaam. Romain Grosjean uitgevallen. En de virtual safety car is dit keer op de baan geroepen. Niet de safety car, maar de virtual safety car. We moeten dus nu een delta gaan aanhouden die positief is. Wel veel safety cars, dat geef ik wel toe. Maar ja, het is wat het is. Volgens mij ons record was een stuk of 4 in Monaco in seizoen 2, als ik dat goed zeg. De pit window is open naar de medium band, maar ik ga niet meer stoppen. We rijden gewoon door. VSC eindigt. We moeten de delta nog zien van aan te houden, zien vast te houden. En het is weer groen, groen, groen. We mogen weer racen, racen, racen. En Ocon is naar P2. Russell naar P4. En heeft Lance Stroll voor zich. We gaan de laatste raceronde alweer in. En Russell is op ons 19e genaderd. 16e, dus hij kan nog aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. De vraag is alleen, heeft hij genoeg over in die medium banden? Ik denk het wel. Rood in sector 1, 87.000ste langzamer. We moeten deze hairpin goed nemen. Een goede exit hebben, maar die heeft Russell ook. Russell kan hier een aanval wagen, nog voor de leiding in de wedstrijd. In de laatste ronde van de grote prijs. En George Russell kijkt naar de buitenkant. We remmen heel laat, schieten wat door. Maar dan kan Russell hier dan niet terugkruisen, want wij blokkeren hem. Tweede rechterstuk op Yas Marina. Russell zit in mijn slipstream, heeft DRS. Maar wij blokkeren hem en Russell kan er niet langs. Dat betekent dat wij dan denk ik de wedstrijd gaan winnen. Als het zo eindigt. En Russell raakt op onze achterkant. George Russell heeft ons geraakt. Voorvleugel beschadigd bij
mijn teamgenoot. Een lompe actie van George. Maar goed, we hebben wel een 1-2'tje binnengereden. Jammer dat het zo moet eindigen. En dit was dan ook de laatste wedstrijd van George Russell voor Schaven Racing. Een uitstekende teamgenoot. En dan gaan ze opmaken voor seizoen 6 met een nieuwe teamgenoot. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. Here comes your top three making their way down to the podium for what can only be described as a fantastic day for Formula One. Hierbij dan dus de uitslag. Wij winnen dus de wedstrijd. Pakken ook de chance race rond het punt. Russell naar P2, Albon naar P3. Vettel naar P4, Verstappen naar P5, Norris naar 6, Kvyat 7, Magnussen 8, Leclerc 9 en Gasly op P10. De Vries mist dat laatste race rond het punt helaas. Op P11 eindigt hij. Latifi 12, Sainz 13, Sergio Perez op P14. Maar wij pakken gewoon voor het team gewoon weer de volledige score. Klassement, 168 punten verschil naar George Russell. Norris pakt nog even Pierre Gasly voor P7. Verstappen verslaat Hamilton in zijn debuutjaar voor Mercedes. Ferrari pakt Red Bull. AlphaTauri verliest een plekje helaas. Het seizoen zit erop, mensen. Het zit er alweer op. Seizoen 5 is afgelopen. Gesloten boek dus. Maar goed, ik wil jullie graag bedanken voor deze leuke serie tot nu toe. Want we gaan gewoon door met seizoen 6. Heb je genoten? Beloon het dan vooral met een like. Ben je nieuw met mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-2020 My Team Grimmel content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we dan de volgende keer gewoon verder met seizoen 6. Met een nieuwe teamgenoot. We kunnen even kijken wie dat is. En we behouden gewoon onze voorsprong, want alles is veiliggesteld voor de volgende regulatieverandering in het komende seizoen. We zijn klaar voor seizoen 6. Wat er dan allemaal gaat gebeuren, dat zien jullie in de volgende video. Tot ziens!